Deze instructie gaat over de inkoopfacturatie en het ophalen van de ontvangen inkoopregels. Uitgangspunt daarvan is dat de artikelen vanuit de leverancier binnenkomen bij het magazijn. In het magazijn worden zoals ontvangen geboekt op de inkooporder. Om een beeld te vormen zijn er al inkooporders in het systeem aanwezig waarbij de goederen als ontvangen zijn geboekt. Hier volgt een voorbeeld. Op de inkooporder is op de inkoopregel zichtbaar wat het ontvangen aantal is. In dit voorbeeld is er nog niet gefactureerd. Indien er is gefactureerd, zal deze kolom gevuld worden met het gefactureerde aantal. De inkoopfactuur komt binnen op de financiële administratie en wordt hier aangemaakt. Het is dan mogelijk om de ontvangstregels op te halen van de inkooporder. Het is ook mogelijk om de regels op te halen van meerdere inkooporders. In deze inkoopfactuur zijn de ontvangstregels opgehaald. Hier ziet u het totale bedrag van de ontvangstregels. Het kan zijn dat het bedrag op de inkoopfactuur afwijkt van het bedrag van de inkooporder. Dit kan ontstaan door een verschil in de prijzen. Een eventueel bedragverschil kan worden opgelost in de procedure door terug te gaan naar de inkoper en dan te checken of de prijzen kloppen. U kunt de prijzen dan aanpassen binnen de facturengros om het totaalbedrag correct te krijgen. In principe kunt u de factuur gewoon boeken indien de bedragen verder kloppen. Dit was de instructie met betrekking tot ophalen van inkoopontvangstregels in de inkoopfacturatie.